hier moet ik erop wijzen, en daar kom ik uitvoeriger op terug, dat is dat praktisch overal in de Angelsaksische literatuur men het heeft over religion, alsof dat een monolithisch, duidelijk omschreven geheel was. Er is niet zo'n simpel ding dat alle menselijke culturen hebben en waarvan men dus de oorsprong zou kunnen onderzoeken. Er bestaan in de verschillende culturen allerlei fenomenen die men op de een of andere manier religieuze fenomenen kan noemen, maar om dat allemaal onder één noemer te brengen en dat religion te noemen, dat is volkomen naast de kwestie. Ik zou u toch de raad geven, als u daar eens ernstig wil mee bezighouden, er bestaat een zeer interessante encyclopedie. Die religion in geschichte und Gegenwart. Dat wil zeggen, de godsdienst in de geschiedenis en in de actuele tijd. De hedendaagse tijd. Als u dat doorneemt, dan zult u zien dat wat dus die religion genoemd wordt, dat dat honderden en honderden diverse fenomenen zijn. Die op de een of andere wijze iets met het godsdienstige, of je dat zo wil noemen, te maken hebben, of het religieuze. Maar daar is niet ergens iets als de religie. Dat zijn een oneindig aantal fenomenen, niet een oneindig, maar toch vele honderden fenomenen. En je zou dat werkelijk eens moeten bestuderen om daar een idee van te hebben, dat je niet zomaar kunt spreken over religie. Nu, als we er een aantal heel simpele willen naar voren halen en ons de vraag stellen, ja, hoe is dat ontstaan? Als we naar het Paleolithicum gaan en Neolithicum, de primitieve volkeren, als we dat zo mogen noemen, dan stellen we vast dat we daar fenomenen hebben zoals taboe. Taboe-fenomeen. Dat bestaat dus hierin, dat er objecten zijn, dat er levende wezens zijn, dat er mensen zijn, dat er ook handelingen zijn, waar men bang voor is, waar men angst voor heeft, die men dus probeert te vermijden. En als men ermee in contact gekomen is, is men nog angstiger, want dan denkt men dat men erdoor besmet is. Met andere woorden, dat wat taboe is, kan je in een aantal contexten ook beschouwen als dat wat onrein is. Maar wat onrein is, is eigenlijk datgene wat je niet maar mag aanraken, van vreze daardoor besmet te worden. Daardoor aangetast te worden. Als het ware daar ziek van te worden. Of daar op de een of andere manier nadeel van te ondergaan. Nu, waar komt die taboe vandaan? En wie aan evolutionaire psychologie wil doen, moet zich wel afvragen, kunnen we misschien verklaren waar taboe vandaan komt? En er zijn een aantal aanwijzingen om ons op de weg te zetten. Het is duidelijk dat mensen voorstellingen hebben. Zelfs dieren hebben voorstellingen. Mensen hebben voorstellingen. Dat wil dus zeggen, als de waarneming weg is, kunnen we ons nog altijd dingen inbeelden. Bovendien hebben mensen niet alleen voorstellingen, ze hebben ook associaties tussen voorstellingen. Met andere woorden, als wij herhaalde malen met voorstellingen die op elkaar volgen geconfronteerd geweest zijn, dan roept de ene voorstelling bijna altijd de andere op. Het is dus zeer goed te verstaan dat overal ter wereld men vaststelt dat in bijna alle culturen mensen op de een of andere manier een taboe hebben van bloed. Wel, zeker en vast van mensenbloed. Met andere woorden, bloed wordt beschouwd als onrein, bloed wordt beschouwd als angstwekkend.
Dat gaat zelfs zo ver dat er een taboe is van de menstruatie. Zelfs bijvoorbeeld in de Koran is het zo dat een vrouw die menstrueert, die mag niet eens de Koran lezen. Want die zal de Koran onrein maken. Als die de Koran in de handen neemt en in die Koran leest, is die Koran onrein. Omdat die vrouw onrein is, omdat menstruatiebloed onrein is, omdat bloed onrein is. Dus je hebt het taboe van het bloed. Je hebt het taboe van het lijk, dat evident symbool is van de menselijke sterfelijkheid. En zo heb je hele reeksen taboes van allerlei zaken die op de een of andere manier geallieerd zijn, geassocieerd zijn met angstwekkende dingen. Je hebt het taboe van incest, hoe het seksuele betrekkingen met de vader of de moeder. Taboe in de meeste culturen. Nu, wat betekent dat? Het is eigenlijk biologisch verklaarbaar dat datgene wat geassocieerd is met iets dat ons direct aanspreekt als bijvoorbeeld een gevaar voor ons eigen bestaan, het bloed als roept dus onze eigen kwetsbaarheid op, het lijk roept onze eigen dood op, enzovoort, en je kunt zo'n hele reeks, ik ga ze hier niet allemaal opnoemen, je kunt zo'n hele reeks verklaringen geven voor allerlei taboes. Het is biologisch verklaarbaar, dus in de loop van de evolutie, dat die taboe ontstaan is. Aangezien je kunt ook verklaren waarom het niet nuttig is in de loop van de evolutie dat wij een voorstellingsvermogen ontwikkeld hebben, dat wij ook een vermogen ontwikkeld hebben om voorstellingen aan elkaar te verbinden, om wetmatigheden in de natuur rondom ons te ontdekken. En dan is er natuurlijk als nevenverschijnsel dat wij niet alleen positieve links leggen in die associatie, maar ook negatieve links, dat wij dus angst bij onszelf veroorzaken door het feit dat bepaalde associaties nu eenmaal met angstwekkende dingen geassocieerd zijn en dus bij ons angst veroorzaken, kunnen wij verklaren waarom er zoiets als taboe ontstaat. Maar als we verklaard hebben waarom er taboe ontstaat, kunnen we ook verklaren waarom er rituelen ontstaan, waarom er riten ontstaan. Want als wij met een taboe geassocieerd geworden zijn, zullen wij van alles proberen te doen om ons te reinigen. Nu, die rite van het reinigen, dat kan het wassen zijn, dat kan ook andere vormen van reinigingen zijn, waardoor wij dus proberen ons van de smet van de taboe te ontdoen. Vandaar dat nu nog in de islam het reinigen een zeer belangrijke rol speelt. Veel sterker nog in de Shiïtische islam, waar dus de oude tradities van onreinheid nog veel sterker zijn dan in de Soenitische islam. Dus dat er rituelen ontstaan, reinigingsrituelen, is volkomen begrijpelijk. Dat er apotropeïsche riten bestaan, dat wil zeggen riten die ervoor moeten zorgen dat de taboe van ons wordt afgeweerd, dat we ons beschermen tegen de taboe, dat is ook verklaarbaar. En dan is er een volgende stap, die iets subtieler is. Er is in de mens, en dat kan je ook biologisch verklaren, een nieuwsgierigheidstendens. Dat wil dus zeggen, de mens is een wezen dat dus om ontdekking uitgaat. En nu zit je met een paradox. Aan de ene kant is er de nieuwsgierigheidstendens om dus met nieuwe zaken geconfronteerd te worden. Aan de andere kant zijn er nieuwe zaken die door het feit dat ze nieuw zijn, toch op de een of andere manier altijd een zeker gevaar kunnen betekenen. En dus is er een taboe van het nieuwe. En er is dus een ambivalentie tussen de drang om te exploreren aan de ene kant en de risico's van dat exploreren aan de andere kant. En vooral ontstaat er wanneer we met een taboe geconfronteerd worden, ontstaat er dus een angst om onze nieuwsgierigheid verder te zetten. En nu stellen we vast
dat blijkbaar bij sommige mensen de nieuwsgierigheid, de exploratiedrang zo groot is, dat die durft een bepaalde taboe overtreden. En waarom gaat hij die overtreden? De taboe is angstwekkend. En waarom is die angstwekkend? Dat is een afgeleid aspect van angstwekkendheid. Wanneer wij met iets angstwekkend geconfronteerd worden, geeft dat de indruk aan ons dat dat machtig is. Dat kan ons kwaad doen, iets wat angstwekkend is. Maar die macht, die kan men ook proberen zich te accapareren. Dus als de exploratiedrang zo sterk wordt, dat je door de taboe heen gaat, ga je de macht eigen maken, die typisch is voor de taboe. Dus bij bepaalde pygmeenstammen ga je een tovenaar, een feticheur worden, door een nacht te slapen, gebonden aan een lijk. Dus zo ontstaat de gedachte van magie, het mana, de macht die je kunt eigenmaken door een taboe te overtreden. Dus magie, magische krachten, waar dan mechanismen in, uiteenlopende mechanismen van magie, weer terug te vinden zijn, waar je ook dan weer biologische verklaringen kunt voor vinden. Dus, je zult mij niet horen zeggen dat er geen evolutionair biologische verklaringen zijn voor allerlei religieuze fenomenen, maar dan moet je het wel heel in detail doen en dan moet je wel heel in detail nagaan hoe je bij die oorspronkelijke paleolithische volkeren dingen hebt zoals taboe, mana, magie, mythe natuurlijk, en hoe die dan uiteindelijk geëvolueerd zijn. De mythen, die hebben te maken met het feit dat die mens die zijn exploratietendens heeft, die aan de ene kant wel bereid is soms taboes te overtreden, maar aan de andere kant om dat hele wereldbeeld waarin hij zich moet exploreren toch een beetje veiliger te maken, veiliger voor te stellen, gaat hij mythen ontwikkelen die verklaren waarom die dingen zijn zoals ze zijn. Waardoor het angstwekkend karakter, het vreemd karakter, het onbegrijpelijk karakter gereduceerd wordt. En je krijgt dus cosmogonische mythen, die de verklaring zijn van allerlei gebeurtenissen in het heelal en het ontstaan van de dingen. En voor die cosmogonische mythen kan je dus weer verklaren welke mechanismen in die mythen bestaan. Cosmogonische mythen zijn eigenlijk mythen die verklaren hoe iets ontstaan is. Maar welke verklaringsmechanismen kent de primitieve mens? We spreken nu over de mens die in het stadium gekomen is van de tool-making animal. Laat ons het eenvoudig voorbeeld geven van de pottenbakker. De primitieve mens kent twee mechanismen waardoor iets kan ontstaan. Ten eerste door procreatie. Twee, een man en een vrouw, samen brengen een nieuw kind voor. Dieren uiteraard ook. Dus een verklaring van dingen kan zijn door procreatie. Een andere verklaring is de pottenbakker. Iemand heeft het ding gemaakt. En zo krijg je in de cosmogonische mythen hoe dus de wereld ontstaat door een oorspronkelijk koppel. Gaia, moeder aarde, en Uranos, de hemel, die samen seksuele betrekkingen hebben, procreëren, en de verschillende dingen komen daaruit voort door procreatie. Bij de Egyptenaren is het andersom. Daar heb je de aarde die mannelijk is, de godin Nut die daarover hangt, seksuele betrekkingen, en de rest komt daaruit voort. Maar er zijn ook zeer veel mythen waarin dingen ontstaan met het pottenbakkersmodel. Bijvoorbeeld de mens ontstaat door het feit dat God een hoop klei neemt en daarin de gestalte van de mens maakt. Hij blaast er een keer over en zo werd de mens een levend wezen. Bij andere culturen heb je een ander procreatiemodel, namelijk het ei.
zeer veel dieren komen voort uit een ei, in elk geval alle vogels bijvoorbeeld, maar ook kruipdieren komen uit een ei. En dus heb je het ei als procreatiemodel in een aantal mythen van de Stille Zuidzee en zo, het ei als procreatiemodel. Dus die elementaire procreatiemodellen, die brengen dan mythen. En in een veel later stadium leiden die mythen tot het ontstaan van stilaan herkenbare wezens die men dan goden noemt. Ik ga het hele mechanisme hier niet uitleggen. Wat ik wil duidelijk maken, is dat men er moet van afstappen van te zeggen, ik zal eens een verklaring geven van religie, waarbij men dan onmiddellijk eigenlijk, of men het wil of niet, denkt aan de religie in het Westen, dat wil zeggen, of de religies in het Westen, het Judaïsme, het Christendom en de Islam. Men moet daarvan afstappen. Er is in de jaren 93 is er een reeks geweest in Nature, waarin allerlei wetenschapsmensen hun idee naar voren wilden brengen over wat godsdienst is en waar het vandaan komt. Iemand, de grote Brian Josephson, Nobelprijswinnaar, nota bene, fysica, die schrijft, any scientific study of religion should, enzovoort, tot het besluit komen dat religion is the attempt to maximize human goodness. Denkt u nu werkelijk dat dit taboe bij die volkeren, dat dat is to maximize human goodness, dat magie daartoe dient, dat mana daartoe dient, dat mythes, die primitieve mythes daartoe dienen, maximize human goodness, dat is dus een Nobelprijswinnaar, hè? Een Nobel die zoiets schrijft. En hij is niet de enige, er is er een die hem wil verbeteren, en die zegt, dat is niet waar, zegt hij. The central theme of most of the major world religions is not maximizing goodness, but achieving some given state of salvation. Denkt je nu werkelijk dat de oude Grieken een state of salvation nastreefden? Denkt je werkelijk dat er in het Oude Testament een state of salvation werd nagestreefd? Laat staan in de meeste primitieve godsdiensten. Denk je dat die Babyloniërs een state of salvation? Waar haalt hij dat vandaan? En zo vind je dus de ene na de andere die altijd maar zegt, godsdienst is dit, godsdienst is dat. Bijvoorbeeld, hier zegt er een, there is a close relationship between religion and morality and ethics. Waar haalt hij dat vandaan? Xenophanes, in de 6e eeuw voor Christus, schrijft over de Griekse goden. Ze doen niets anders, zegt hij, dan kleptein, moicheuwein, te kalaleilous apateuwein. Stelen, hoereren en elkaar bedriegen. Dat zijn de goden. Wat heeft dat te maken met maximizing human goodness? Wat heeft dat te maken met salvation? Wat heeft dat te maken met ethics? Dat is tegenovergestelde van ethics. Ze doen, Zeus zit van 's morgens tot 's avonds zijn vrouw te bedriegen met de eerste, de beste, haalt daar allerlei trucken voor uit. Mars en Venus met elkaar, wat spoken die niet allemaal luid? Maximizing human goodness. En nu, ik kan u verzekeren, dat staat dus vol, hè? Dat staat dus vol algemene beweringen over godsdienst, die met de feiten niets te maken hebben. En dat zijn dus allemaal wetenschapsmensen. En dat is een karakteristiek fenomeen van de Anglo-Saxische literatuur, religie, punt, alsof dat zomaar iets samenhangend was. Je moet dus een zeer grondige analyse maken van religie. Er zijn er ook die zeggen, de religie is ontstaan omdat de mensen onsterfelijkheid wilden. Waar halen ze dat vandaan? De religie is ontstaan uit angst voor de dood. Waar halen zij vandaan dat er angst voor de dood was? Er was angst voor lijken, dat is juist. Dat is een algemene taboe. Angst voor lijken. Maar angst voor de dood, zoals men dat in het Westen kent.
Waar die mensen eigenlijk allemaal blind door zijn, dat is door het volgende. Binnen de hoogculturen, de stedelijke culturen, die ontstaan vanaf ongeveer het derde millennium, in Egypte, in Babylonië, China, de Indusvlakte enzovoort, ontstaat langzamerhand een merkwaardig fenomeen. In die culturen bestaat dus een wetgeving, bestaan rechtbanken, en wat door die wetgeving wordt aangeduid als positief, is goed, en wat daar verboden wordt, is slecht. En de rechtbanken zorgen ervoor dat recht geschiedt. Nu, wat stellen de mensen in al die culturen vast? Dat is dat er nu en dan wel eens recht geschiedt, maar dat er mensen zijn die het recht kunnen omzeilen. En dat er mensen zijn die rechters kunnen omkopen, mensen die dus heel hun leven niets anders doen dan moorden, branden, verkrachten enzovoort, die rijk en gelukkig worden, en anderen die vroom en braaf zijn en die ongelukkig zijn, die zelfs in het ongeluk gestort worden. Wel nu, het probleem van het geluk van de bozen en het ongeluk van de goede mensen, dat probleem heeft zich in de loop van de millennia voor Christus langzamerhand sterker en sterker laten voelen. Het is op de meest prachtige wijze beschreven in het boek Job. Nu, het is dus zo dat dus in die periode, als ik even Egypte buiten beschouwing laat, in die verschillende millennia had men helemaal niet het idee dat er na de dood een positief of negatief voortbestaan was. Dat is een totale misvatting dat de mensen altijd aan een positief of negatief voortbestaan na de dood geloofd hebben. Dat is een totale, volstrekte misvatting. In het Oude Testament geloven de Hebreeën, de Israëlieten, niet aan een voortbestaan na de dood. Gij zijt stof en tot stof keert ge terug, staat er. Ze geloven niet aan een voortbestaan na de dood. Behalve in de allerlaatste boeken van 100 voor Christus, bij het boek Daniel komt dat voor, en in het boek der wijsheid, dat dus een onder platonische invloed staat. Maar rond 900 voor Christus komt er Zarathustra en die brengt de theorie dat er de god van het goede en de god van het kwade is, dat die twee goden aan de bron liggen van het goede in de wereld en het kwade in de wereld, dat er een strijd in ons heerst op aarde tussen goed en kwaad, waarbij nu eens het kwaad de overhand haalt, dan weer het goed. Maar uiteindelijk is er een eindstrijd waar de goede God zal winnen, waar de doden zullen verrijzen en de goeden meegaan in het paradijs en de slechten gestort worden in de poel van het verderf. Daar ligt de bron van de gedachte dat er na de dood een straf is voor de kwaden en een beloning voor de goeden. Die gedachte van Zarathustra is tegen het einde, de laatste twee even voor Christus, is via het Persisch Rijk verspreid natuurlijk, en langzamerhand binnengedrongen in, bij de Israëlieten, bij de Joden, bij de Farizeeën, bij de Esseniërs, niet bij de priesters, de Sadduceeën, die geloofden daar niet aan, die hielden zich aan de Bijbel. Langzamerhand, enfin, uiteindelijk, blijkbaar is dat overgenomen door Jezus, door de eerste christenen, en later in het christendom verspreid, weliswaar verbonden met de theorie van Plato. Dus overgenomen in het manicheïsme en uiteindelijk in de islam. Let wel, zoals u weet, is er een andere traditie, die merkwaardigerwijze ook ongeveer ontstaat rond 900 voor Christus. Chandogya Upanishad. Er zijn nog enkele andere Upanishaden waar dat ook naar voren komt. 9e eeuw voor Christus. Waar dus een schitterende oplossing gebracht werd voor het probleem van goed en kwaad. Namelijk de samsara. De reïncarnatiegedachte. Je laat tijdens het leven de goede en de kwade daden op je rug. En bij je dood
gaat dat karma verder. Word je opnieuw geboren met de gevolgen op je rug van de goede en kwade daden. Zijn het vooral goede dagen, zit je in een betere situatie. Zijn het kwade daden, in een slechtere situatie. En je krijgt opnieuw een oplossing voor het geluk van de boze. Maar let wel, in het oosten heeft die reïncarnatiegedachte met de goden niets te maken. Dat is een autonome gedachte. En wanneer wij nu denken aan een relatie tussen ethiek, de dood, het leven na de dood en daarnaast God, die link tussen ethiek, God, dood en beloning en straf na de dood, en dus de zingeving van het leven, goed en kwaad, beloning en straf, die zingeving van het leven, die ligt in het leven na de dood. Dit komt van Zarathustra, via dus uit het Jodendom, Jezus, Mani en Mohammed. Dit komt van Zarathustra. En daardoor denkt men nu dat ethiek te maken heeft met godsdienst. Maar dat is binnen deze traditie. Nu. Oh, ik ben al te lang bezig. Er is nog zoveel te zeggen. Maar goed. Misschien heb ik toch een aantal zaken gezegd waardoor u enigszins beter kunt situeren. Pas op, want ik heb hier maar een paar dingetjes gegeven. Maar er zijn er zeer veel andere dus. Hè. Bijvoorbeeld, hoe zijn de dodenrituelen ontstaan? Ik heb dat zeer grondig onderzocht. Volgens mij zijn de dodenrituelen ontstaan uit het feit dat er een heel spontane neiging is om naast dus, dat is ook een interessant gegeven, er is dus die ambivalentie tegenover het lijk, want het lijk is angstwekkend als lijk, maar het lijk van de eigen familieleden, van de naastbestaanden, van de mensen waar je van houdt, dat lijk is tegelijkertijd voorwerp van een positieve neiging. Dus aan de ene kant is er een taboe, aan de andere kant is er een positieve geneigdheid en wil men voor dat lijk nog doen uit piëteit wat men ervoor kan doen. Dus zal men aan dat lijk, als het begraven wordt, ten eerste rituelen verrichten, bewenen enzovoort, heel de dodenklachten, dat zijn prachtige dodenrituelen, uit piëteit ten overstaan van die doden. Ten tweede zal men gewoon dingen meegeven met die doden die die doden graag had. Juwelen, hetgeen dat hij het liefst had, zijn eetgerei enzovoort. Men geeft dat dus mee. En als men dat enkele honderden jaren doet, begint men zich af te vragen, waarom doen wij dat nu eigenlijk? En zo ontstaan langzamerhand mythen dat die doden daar eigenlijk nog iets aan hebben. Dus de mythe over doden die voortbestaan in hun graf, in de onderwereld, en later de mythe van doden die, zoals in de Egyptische cultuur, doden die werkelijk een zekere beloning en een zekere straf ontvangen, die mythe is het gevolg van de dodencultus. En waarom is die het vroegst ontstaan, die idee van beloning en straf na de dood? Want voor Zarathustra bestond het al, maar heel exclusief in Egypte. Waarom? Omdat in Egypte zeer vroeg de doden gebalsemd werden en beschermd werden in graven waar ze werkelijk bewaard werden, waar ze bovendien met een associatie met die doden een beeld van hem, zijn schilderij op de eerste doden, dus balseming, dodenmasker, schilderijen op de kist enzovoort, 7 kisten op elkaar, allemaal met schilderijen van die doden, waar dus zijn beeld vastgehouden wordt in de overtuiging, spontaan, wij houden hem vast. En aangezien die er daar toch is, als voortbestaande, door de rituelen, uiteindelijk ontstaan de mythen daarover, over wat er met die doden uiteindelijk gebeurt. Dus het zijn de handelingen die prioritair zijn ten overstaan van de opvattingen. En zo kan je heel veel van die zaken langzamerhand proberen te verklaren. Dus ik wou u vooral dus de nadruk erop leggen. Ten eerste, spreek nooit meer over godsdienst in het algemeen. Ten tweede,
spreek nooit meer over God in het algemeen. Maar vervang altijd, boeken die gaan over God in het algemeen, vervang God altijd door Pirouit. Ik heb daar ooit een lezing gegeven. En een doorwinterde anarchist schreef achteraf in het boek, ni Pirouit, ni maître. Ha ha ha.